Ik ben hier in het World Fashion Center in Amsterdam en ik ben hier natuurlijk niet zonder reden, want Kunstbende organiseert hier een fashion workshop gegeven door niemand minder dan Bas Kosters. Heel erg veel facetten die je in kan zetten om je boodschap die je hebt met je kleding, om die duidelijk naar het publiek over te brengen. Het eerste daarvan is de styling, dus je schoenen en je sieraden en je hoedjes en tasjes en wat je er ook maar bij maakt. Het tweede is de haar en make-up, dus hoe je model eruit ziet. Het derde is de keuze van je model. Het vierde is de muziek, wat ook heel erg belangrijk is, een hele sterke ondersteuning kan zijn van je sfeer. En als vijfde hebben we dan beweging of choreografie, dus hoe lopen ze, hoe bewegen ze en op wat voor manier gedragen ze zich. En zes is eigenlijk de vorm, omdat je in de vorm van je presentatie ook nog heel erg veel verschillende keuzes kan maken. Dus je kan een catwalk show doen, maar je kan ook dansers vragen om een dansvoorstelling te geven met je kleding, of je kan een toneelstukje opvoeren of je kan er een filmpje van maken. Dus je kan op heel erg veel verschillende manieren dat verhaal wat je wil vertellen met je collectie, kun je op heel erg veel verschillende manieren naar buiten brengen. Dus goed wat je allemaal kan gebruiken voor je show, voor die voorronde en wat de beste manier is om je verhaal te vertellen. Of je het met hip-hop of streetdancers doet of misschien met balletdansers of gaan ze lopen maar heel snel of heel langzaam en neem je snelle muziek of langzame muziek. Of lopen ze op hele rotte schoenen dat ze bijna niet kunnen lopen. Er zijn zoveel manieren om vanuit jouw boodschap je verhaal te vertellen. Dus daar is het eigenlijk goed om daar goed over na te denken. Ik doe lekker veel research. Er staan heel erg veel modeshows op het internet en op YouTube. Onder andere van mij, maar ook van heel erg veel andere ontwerpers. En ja, dus, beperk je ook niet alleen tot mode, maar je kan je ook laten inspireren door mooie films of misschien wel iets met sport. Misschien als je een sportieve productie hebt, dat ze portballend over de catwalk gaan. Je kan het zo gek niet verzinnen, maar het is wel goed, denk ik, natuurlijk in eerste instantie om goede en mooie kleren te maken. Maar in tweede instantie ook om er goed over na te denken hoe je dat aan de mensen laat zien. Want daardoor kon je dus echt een heel sterke statement maken op de catwalk. Mooie dingen maken.